Ooit was Nijmegen de fietsstad van Nederland. Maar nu staat het op de 114e plek in de ranglijst. De zorgen rondom fietsveiligheid groeien. Het ligt vooral aan de drukte op straat. Maar ook aan dit soort wegen waar we nu staan. De Groesbeekse weg, waar het fietspad eigenlijk op de rijbaan ligt. En verder in het nieuws vandaag. Kleef komt met actie voor goed werkende autoverlichting. En Druten wil geen maatregelen tegen hardrijders Hoge Straat. Ooit was Nijmegen fietsstad van Nederland, maar inmiddels staat de stad op plek 114 in de ranglijst. De zorgen rondom fietsveiligheid in Nijmegen groeien en dat terwijl de gemeente juist investeert in een fietsveilige stad. Drukke wegen en gevaarlijke kruispunten, het zorgt voor een onveilig gevoel als fietser. Gemeente Nijmegen wil dat iedereen zoveel mogelijk de fiets pakt en de auto laat staan. Maar GroenLinks en Partij voor de Dieren maken zich zorgen over de fietsveiligheid. Vooral rondom scholen. Schoolkinderen voelen zich steeds minder veilig op de fiets, blijkt uit onderzoek van de Fietsersbond. Het ligt vooral aan de drukte op straat, maar ook aan dit soort wegen waar we nu staan, de Groesbeekse weg, waar het fietspad eigenlijk op de rijbaan ligt. Ik zeg altijd, je kunt wel tellen hoeveel fietsers er dood worden gereden. Je weet niet welke fietsers niet meer op de fiets stappen omdat ze het niet aandurven om te gaan fietsen. En je weet ook niet hoeveel fietsers het eigenlijk heel erg eng vinden, maar toch maar gaan. En dat is denk ik nog belangrijker dan het aantal fietsers dat daadwerkelijk een ongeluk krijgt. Uit de enquête blijkt dat Nijmegen steeds slechter scoort op de landelijke ranglijst. Maar hoe kijken Nijmeegse fietsers zelf naar de veiligheid op de weg? Ik voel me helemaal veilig. En dan vooral richting het station, daar kun je gewoon als fietser heel goed veilig rijden. Omdat er ook geen auto's op dat stuk zijn. Veel ruimte voor de fietsers. Dus veel wegen waar de auto's toch wat meer voorrang moeten verlenen, denk ik. Ik heb het gevoel dat hier zoveel gefietst wordt dat iedereen in het verkeer daar eigenlijk wel op bedacht is. Dus mensen die in Nijmegen met de auto rijden, zijn volgens mij ook best wel bekend met waar veel fietsers zijn. Als ik zelf goed oplet, voel ik me wel veilig. Wat zorgt dan voor het onveilige gevoel? Roekeloos rijgedrag. Iets te snel misschien. Je merkt wel dat het een stuk drukker is. Ja. En ook de elektrische auto's, die hoor je minder goed. Dus dat is ook wel een ding. De snellere fietsers die je wel tegenkomt. Dus het is wel opletten geblazen. De laatste tijd wordt het wel heel erg druk. Ik merk wel echt het verschil. En dat mensen veel haast hebben en dan door je heen willen fietsen. Eigenlijk een soort van overrijden met de auto. Het gedrag van sommige mensen, moet je horen, is soms onbesuisder geworden. Alsof het mensen niet meer zoveel kan schelen. Ja, vooral als ik mijn kinderen bij me heb, dan is het wel soms lastig als ik dan geen fietspad echt heb. Want dan ben ik wel wat meer bezig met, als ik dan ergens omheen moet, dan zou het wel fijn zijn als overal echt een fietspad zou zijn. En daar sluit Partij voor de Dieren zich bij aan. En ik denk dat een snelheidsvermindering heel belangrijk is. Het loshalen van de fietspaden van de weg. Dus dat zijn eigenlijk al plannen die er liggen. Maar die wel ook heel erg onder een vergrootglas liggen op het moment. Ik denk dat het belangrijk is dat die zaken doorgaan. En dat we bij de scholen gaan kijken van hoe kunnen we nou voor zorgen dat op de momenten dat de kinderen met de fiets naar school komen, die ouders in ieder geval niet in de straat of dicht bij de school zich heel veel heen en weer bewegen. Wat dat eigenlijk ook heel onveilig gevoel geeft. De dagen worden korter, met als gevolg dat het eerder donker is. Belangrijk is dus dat onderweg je verlichting goed op orde is. Niet alleen op de fiets, maar zeker ook in de auto. Net over de grens in Kleef hebben ze daar iets op bedacht. Tijdens de lichtweken wordt je autoverlichting gecontroleerd. En daarbij maak je ook nog eens kans op een mooie prijs. De donkere dagen komen eraan en daarom is het belangrijk dat je autolichten goed in orde zijn. In het Duitse Kleef worden daarom nu de lichtweken gehouden. Ook wij hebben onze lampen even laten controleren in het plaatsje Udem. Also der Lichttest, da werden die Fahrzeugbeleuchtungen geprüft. Abblendlicht, Standlichter, Blinker, ob alles funktioniert und ob alles richtig eingestellt ist, damit man A, natürlich in der dunklen Jahreszeit mit ordentlichem Licht durch die Gegend fährt und natürlich auch, damit man den Gegenverkehr nicht blendet, also geprüft wird, dass alles ordentlich eingestellt ist. Uit onderzoek van de Duitse Verkeerswacht blijkt dat 30% van alle geteste voertuigen gebreken toont bij het verlichtingssysteem.
Melanie Beba legt uit waarom het belangrijk is om toch even je lampen te laten checken. Weil gerade in den dunklen Jahreszeiten ist es ja so, dass viele auch mit kaputten Scheinwerfern durch die Gegend fahren und Lichtfahrer sind sichtbarer, sagt man ja so schön. Und deswegen ist es eigentlich wichtig, dass die Leute gerade dann im Oktober, wenn es anfängt, morgens und abends dunkel zu werden, wenn die Hauptverkehrszeiten sind, damit halt die Beleuchtung ordentlich funktioniert, um selber gut zu sehen und gesehen zu werden. Ook kunnen er volgens Beba problemen aan de lichten ontstaan die je zelf niet eens doorhebt. Dat man zum Beispiel gar nicht mitbekommt, wenn jetzt zum Beispiel hinten ein Bremslicht oder ein Rückstrahler kaputt ist. Ne? Weil man es im Auto selber nicht sieht, vorne sieht man es vielleicht noch, aber hinten ist es natürlich sehr schwer selber einzuschätzen, weil es ja auch noch die Autos gibt, die ja nicht anzeigen, wenn eine Beleuchtung kaputt ist. Als je de lichttest laat doen bij een van de deelnemende garages, krijg je een sticker. Met deze sticker moet je een foto maken en deze kan je dan opsturen. Je maakt zelfs kans op een nieuwe auto. Ook automobilisten vanuit Nederland zijn welkom voor een test. Toch loopt de actie nog niet heel hard. Nee, leider nicht mehr. Früher war es viel, viel mehr. Also vor 5 bis 6 Jahren sind die Leute wirklich viel in die Autohäuser gekommen, um den Lichttest zu machen. Heute leider nicht mehr. Wäre aber, wenn man mal offensichtlich durch den Straßenverkehr geht, gut, wenn die Leute es wieder machen würden, weil doch viele Leute mit falsch eingestelltem Licht oder kaputtem Licht durch die Gegend fahren. Unser Auto ist helemaal in Ordnung. Toch moet je volgens Beba goed op blijven letten of je autolampen ook in orde blijven. Regelmäßig in die Werkstatt gehen. Einfach regelmäßig überprüfen lassen. Machen auch die meisten Werkstätten ohne Termin, dass man wirklich spontan reinkommen kann als Express-Service, um die Beleuchtungsanlage zu überprüfen. Egal ob im Herbst oder auch im Sommer. Er komen geen maatregelen om de verkeersveiligheid in de Drutense Hoge Straat te verbeteren. Kernachtig Druten trok onlangs bij het college aan de bel omdat scooters en auto's vaak veel te hard door de winkelstraat rijden. De gemeente Druten erkent dat er incidenten zijn, maar zegt dat de situatie veilig is. Bovendien is er geen geld. Kernachtig Druten zegt geen genoegen te nemen met het antwoord van het college. Dinsdagavond komt de fractie bij elkaar en wordt bekeken welke vervolgstappen er mogelijk zijn. Het blijft een raadsel wie een maand geleden 2 Mariabeelden in brand stak bij de heilige Antonius Abtkerk in Wijchen. De politie hield een 38-jarige vrouw uit Nijmegen aan. Zij wordt echter niet vervolgd wegens gebrek aan bewijs. Priester Frits Hendricks vindt het onverteerbaar dat er geen duidelijkheid is. De priester hoopt dat er in de toekomst toch nog duidelijk zal worden wie verantwoordelijk was voor de vernielingen en vooral waarom ze zijn aangericht. De bouw van de Wijchense appartementen in het project tussen Kasteel en Wijchensmeer is uitgesteld tot eind 2025. Dit komt doordat de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk vertraging oploopt. Netbeheerder Liander heeft te maken met een tekort aan personeel, waardoor de aanleg van nieuwe transformatorstations 6 maanden later klaar zullen zijn dan gepland. Voordat de appartementen op het stroomnetwerk kunnen worden aangesloten, moeten er kabels worden aangelegd en moeten er transformatorstations worden gebouwd. Dat werk zal nu dus later plaatsvinden dan verwacht. De verkoop van de appartementen zou eigenlijk dit najaar beginnen, maar dat is nu uitgesteld tot voorjaar van 2025. Groene, witte, gele of natuurlijk de klassieke oranje variant. Het is volop herfst en dus ook tijd voor de pompoen. Zeker met Halloween in aantocht is het altijd weer leuk om zelf pompoenen uit te snijden of te versieren. Een uitgelezen moment hiervoor zijn de pompoendagen in Groesbeek, waarvan aanstaande zondag de volgende plaatsvindt. Bij Groentehof Poelen in Groesbeek organiseren ze de Halloween pompoendagen. Tijdens deze pompoendagen kun je een middag spenderen bij het Groentehof en je eigen pompoen uithollen. Op de laatste 3 zondagen van oktober verwelkomt pompoenteler Chris je op zijn Groentehof om samen met hem de engste pompoenen tot leven te brengen. Nou ja, de laatste jaren is eigenlijk Halloween best wel een opkomst gekomen hier in Nederland. En ja, daar hebben wij eigenlijk op ingespeeld door de uitholdagen, of de pompoen Halloween dagen zoals wij ze noemen, te organiseren. Dat betekent dat hier een plein vol is met tafels en attributen en gereedschap waarmee mensen aan de slag kunnen om pompoen uit te hollen. We hebben hier een hele pompoen uitgestald staan waar mensen uit kunnen kiezen. Die kunnen ze dan kopen. En na de aankoop kunnen ze naar een tafel te lopen en hun creatieve brein daarop loslaten. Nadat ze de pompoen uitgekozen hebben, snijden wij als organisatie hier het kapje eraf. Op de manier zoals het gewenst is. En daarnaast het uitlepelen, ja, dat gebeurt met een lepel. En daarnaast hebben we wat versieringen, dus dat is wat veilig ook voor de kleine kinderen. En er zijn geen scherpe messen direct dan voor nodig. Dus, we vragen wel altijd de ouders te ondersteunen, want het is toch een heel werk, zou ik maar zeggen. En
ja, op die manier komen we tot een mooi eindresultaat. Je kiest een geschikte pompoen, holt hem uit en versiert hem met leuke lichtjes en versiersels. Daarnaast kun je ook genieten van een lekker kopje pompoenensoep en een bakje koffie, terwijl je geniet van het prachtige uitzicht dat Groesbeek met zich meebrengt. Tot slot neem je je zelfgemaakte pompoen mee naar huis, waar je hem een mooie plek kunt geven. Nou, die dagen zijn eigenlijk van de laatste drie zondagen van oktober. Ja, die zijn van 10 en 5 dat mensen hier welkom zijn. Nou, de eerste staan er toch al ruim voor 10 uur hier. Die zijn helemaal excited om met een pompoen aan de slag te gaan. En dan, ja, mensen komen hier aan, zetten de auto weg, kopen een pompoen, zoeken een mooie uit en gaan er mee aan de slag. Daarnaast hebben we nog een klein bakje koffie. Mensen kunnen pompoensoep proeven, eten en warm chocomel. En de kinderen kunnen zich even maken hier op de trampolines of op de schommel. En dan, na een paar uur hebben ze hun energie weer kwijt en kunnen ze weer richting huis. De entree is gratis, is voor iedereen toegankelijk, iedereen is welkom. En, ja, de kracht is gewoon dat het gewoon een ongedwongen sfeer is en gezellig is. En lekker samen pompoenen uithollen. Ja, het was vandaag 13 graden en dat is heel gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Toch wordt dat morgen even flink anders. Door een zuidoostenwind wordt het morgen merkbaar warmere lucht aangevoerd en loopt het kwik aardig op. Geen recordwaardes, maar toch wordt het zo'n 21 tot lokaal 23 graden. Daarbij is het droog en schijnt de zon volop, dus het wordt nog even lekker genieten. Na deze uitschieter zakt het kwik maar langzaam terug, waardoor het ook donderdag nog aangenaam warm is. Toch is dan de kans op een bui een stuk groter, gezien deze verspreid over het land zullen voorkomen. Het wordt erbij nog zo'n 20 graden. Ook de dagen erna blijft het licht wisselvallig, met nog zeer aangename temperaturen voor medio oktober. Dit was het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 15 oktober. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in onze gratis RN7 app. En volg ons ook even op de sociale media. We zijn te vinden op Facebook, Instagram, X, Threads en TikTok zelfs. Ik zeg graag tot morgen.